mensen, top dat jullie weer kijken. Moet je kijken wat ik hier heb? Het is een inductieverwarmer. Ik hoor jullie denken, wat is nou weer een inductieverwarmer? Nou, het zit namelijk zo. Hier zit zeg maar een krulletje. En als je die ergens omheen doet en je zet de stroom aan, dan gaat hij het verwarmen. Tada! Oeh. Ja, met zo'n inductiegereedschap kun je dus eigenlijk gewoon onderdelen verhitten in plaats van dat je een brander gebruikt. Ja. Over branders gesproken, die mag je niet in de buurt van een brander houden. Laat ik nou toevallig ook een draadje hebben van de inductieverwarmer die daar precies omheen past. Kijk. Ja, dat kan natuurlijk geen toeval zijn, hè. Dat is speciaal hiervoor. Dat is natuurlijk om de remreiniger te verwarmen alvorens dat je hem gebruikt, denk ik. Laten we eens even proberen hoe dat werkt. De testopstelling staat er klaar voor. Ik heb er vast oorkappen bij gepakt. Mensen, doe dit thuis natuurlijk niet na. Ja, is iedereen veilig? Ja hoor. Ja. Oké dan, laten we het doen. Nou, die is snel leeg. Het is geen succes om de busremreiniger heet te maken met een inductiegereedschap in elk geval. Ja, dus wat is er nou precies gebeurd met onze busremreiniger? Nou ja, we hebben natuurlijk de buitenkant, het blik hebben wij verhit met die inductieverwarmer. En op die manier hebben wij eigenlijk de vloeistof die er binnenin zat op temperatuur gebracht. En doordat die temperatuur ging stijgen, is ook de druk hoger geworden. Omdat natuurlijk de vloeistof die wil gaan uitzetten, wil eigenlijk dampvormig worden. Maar doordat die in een blik zit, kan dat natuurlijk niet zomaar. Dus die druk die is opgelopen tot de barstdruk van het blik natuurlijk. En toen is die opengescheurd. Nou, wat er toen gebeurde, is dat eigenlijk al die vloeistof die er binnenin zat, het is in één keer damp geworden. Dus daardoor is dat eigenlijk met een grote klap vrijgekomen. Nou, als we dit hadden gedaan met een brander, of met een vlam, wat je dan nog had gehad, dan was dus die damp in één keer vrijgekomen. Maar doordat je ook een ontstekingsbron gelijk had, hadden we ook meteen nog een ontploffing gehad met een boel vuur erbij. Dus ja, in dat opzicht is het verwarmen met inductie dan wel een beetje veiliger natuurlijk. Maar dit zou ik toch beter niet adviseren. Ja, het was in ieder geval wel spectaculair natuurlijk. Hey, heb jij nou nog een of ander dwaas experiment of een goed ideetje? Dan zet het vooral even onder in de comments. En dan misschien doen we dat de volgende keer wel. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende.